Ja, Belgen gelovigen, enkele mededelingen. Vandaag de derde zondag van de Advent. De kleur is roze, als het mag. Als het kan bedoel ik. Het is nu verplicht. Of paars. Roos, want het is minder heftig dan paars. Om te tonen dat we dus midden de halve wegen zijn van de vasten, van de Advent bedoel ik. En ja, dat we een adempauze nemen. Om dan nog verder te gaan tot kerstmis. De voorbereiding van kerstmis. Morgen door de week. Door de week missen zijn van derde klas. In Mexico en in Latijns-Amerika, onze lieve vrouw van Guadalupe. Die wonderdadige verschijning. Op een doek dat nu nog altijd een mirakel is. U kent het waarschijnlijk, het verhaal van Nossa Senhora de Guadalupe, Cuba de Lupe. Dinsdag de Heilige Lucia, Maagdheer Martelares. In de Elzas, de Heilige Odila, Maagd. Dan heb je drie dagen van kwate temperdagen, woensdag, vrijdag en zaterdag. Donderdag door de week. Verder is gedacht van de heer Eusebius, bisschop en martelaar. De kwade tempeldagen hebben geen verplichting meer. Dus afgeschaft door Pius 12, maar wel een aansporing om te vasten, te onthouden van bepaalde spijzen, drank, boete te doen, verstervingen, geestelijke lezing, bidden. Als voorbereiding voor de nieuwe, ditmaal voor het nieuwe seizoen. Dus qua tempeldagen bereiden voor op een seizoen, dus dat is voor de winter. En tegelijkertijd op kerstmis natuurlijk. Komende zondag, de vierde zondag van de Advent. Dus we hebben nog twee weken voor de Advent. Want de zondag erop is het kerstmis. Woensdag is het mogelijk in België om de Gulden Mis te doen, celebreren. Dat is de devotiemis van tweede klas voor onze lieve vrouw. Er wordt de mis gebruikt van de mis op zaterdag in de Advent van onze lieve vrouw, de mis Florate. Die kan gezongen zijn en die wordt gulden, goud genoemd, gulden, omdat de reputatie heeft dat alle intenties die bij die mis gevraagd worden, worden verhoord. Dus ik denk dat we deze mis zullen opdagen, dan als het kan om half acht. Dus de mistijden hangen steeds af van al die elementen, vooral van de komst van de misenaar die van ver moet komen en die soms overwerkt heeft of vervoersproblemen. Maar als we kunnen, beginnen we om half acht. Normaal gezien in de week. En ook nu zondags. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Je mag gelovigen, de Heilige Kerk bereidt ons voor op de komst van de Messias, de gedachten van de komst van de Messias, zoals u weet, met kerstmis. Met kerstmis komt hij niet fysis, maar het is de gedachten van zijn fysische komst, zoals u weet. Ik heb het erover gehad, over zijn drie komsten. Is de gedachtenis van zijn fysische komst 2000 jaar geleden, die gekomen is om die geestelijke komst eigenlijk mogelijk te maken. Namelijk in onze zielen. Als je mij bemint, onthoudt je mij geboden, gelooft je mij en onthoudt je mij geboden, en dan zal ik en mijn vader in u komen wonen. De geestelijke komst van Jezus en meteen de heilige drievuldigheid, want Jezus is God en God is één in de drievuldigheid. Voorbereiding op de geestelijke komst. En die voorbereiding die is dus geweest, die fysische voorbereiding is geweest door de komst van de persoon van Johannes de Doper. En de kerk stelt deze personage nog steeds voor in de Advent, dus voor onze voorbereiding van de geestelijke komst. Hoewel de heilige Johannes de Doper eigenlijk de voorloper was van de fysische komst van Jezus,
Waarom? Omdat die fysieke komst, zoals ik zei, ook de geestelijke komst was. Jezus is gekomen onder ons om zich te doen aanvaarden in onze harten. En als God in onze harten te komen wonen. Zelfs toen al natuurlijk, want hij heeft erop gewerkt de mensen hun geloof te verhogen en hun liefde tot God. En de gewonden onderhouden, te doen onderhouden. Daarom is deze voorbereiding door Johannes de Doper nog steeds geldig, ook voor ons. Alleen zijn er bepaalde details die niet meer van toepassing zijn, zoals zijn doopsel door het water. Hij zegt, ik doop met water. Ja, want het was geen sacrament, dus het sacrament deelt de geest mee. Het typische van een sacrament is dat het een teken is dat uitwerkt, hetgeen dat het betekent, het werkt uit in de geest, dus in de ziel, door de genade, dus het is ook een geest. De ziel te verenigen met God, dus God is ook een geest. De ziel is een geest, de genade is een geest. Dus in de geest werkt het uit wat het betekent in het gezintuigelijk waarneembare en in het lichaam in bijzonder. Want het heeft vaak te maken meestal met het lichaam. De sacramenten worden op het lichaam toegepast. Zoals de doopsel wordt er water op het lichaam, op het hoofd gegoten. Ofwel een volledige onderdompeling. En daarom zegt Johannes de Doper, ik doop met water. Hij bedoelt, ik doop maar met water. En hij zal komen, die hij zal dopen in de geest. Dat wil zeggen, hij zal niet alleen in water dopen, maar ook vooral in de geest. Zal hij uw ziel onderdompelen zoals hij het lichaam onderdompelt in het water, zal meteen dat met de geest gebeuren, want dat is het juiste sacrament dat uitwerkt in de geest, dat betekent dat het uitbeeldt in het lichamelijke. Daarom zegt hij, ik doop in water en hij zal komen die in de geest zal dopen, terwijl het Jezus ook in het water zal dopen. Maar dat is maar een middel en het belangrijkste is dat die ziel dus verlost wordt, gewassen wordt. De bedoeling is niet van het lichaam te wassen, dat is maar van de ziel te wassen. Daarom zegt hij, hij zal dopen in de geest. Maar Johannes niet. Ze zegt, ik doop in water. Waarom? Omdat het geen sacrament is. Hij heeft geen macht om een sacrament in te stellen. Maar het is wel iets dat met de ziel te maken heeft. Maar dat is ook zijn hele nederigheid, die, dus naar het, die zich niet probeert groter voor te stellen dan hij is. Dus hij doopt met water. Maar de bedoeling is van dat waterdoop toch de ziel te bewegen om dan zelf een zonde. Dat is zijn bedoeling. Dat de berouw opgewekt wordt. En daar is het water niet voor nodig. Maar berouw hebben ook zonder waterdoop van Johannes de Doper. We kunnen berouw hebben gewoon zoals Petrus berouw had toen hij de haan hoorde kraaien en zich de profetie van Jezus herinnerde dat hij driemaal Jezus zou verloochend hebben als hij tweemaal de haan hoorde kraaien. En toen werd hij getroffen door berouw, dus zonder dat hij water heeft gehad. Dus men kan berouw hebben zonder water. Maar het water, dus de ganse ritus die Johannes toepast, en hij heeft hem uitgevonden, onder invloed van de Heilige Geest, want voordien was dat niet gebruikt. Want hij wordt er juist over ondervraagd, waarom doop je dan? Waarom begint je met een nieuwe ritus? Dan heb je toestemming nodig van God en van de hoge priesters. En jij doet zomaar. Waarom doet je dat? Wel, de bedoeling was natuurlijk om dus de mensen voor te bereiden op het echte doopsel. En dat alleen maar kan toegepast worden als men berouw heeft over zijn zonde, want anders is het doopsel geen nut. Het doopsel geeft vergiffenis van de zonde. Alle zonde. Om te beginnen de erfzonde. De erfzonde kan alleen maar vergeven worden door het doopsel. Door niets anders. De persoonlijke zonden worden door het doopsel vergeven of door de biecht nadien. Men heeft een doopsel nodig, tenminste het doopsel van begeerte, maar één van de drie doopsels, om verlost te worden van de erfzonde. Bewijs is dat kinderen die geen enkel van die drie doopsels kunnen hebben, niet in de hemel kunnen komen, dus van de erfzonde niet verlost geraken. Ook al hebben ze geen persoonlijke zonde bedreven. Dus dit doopsel was gewoon een ritus die de mensen in de stemming brengt, de ganse omgeving, de woestijn,
dat al een plaats is van stilte en waar Johannes zich terugtrok om te bidden en te vasten. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij zat daar in de eenzaamheid, een leven van versterving, buitengewone versterving. En dus de woestijn is al een plaats van waar men tot bezinning komt. Er is geen vertier en geen, er zijn geen vermakelijkheden in de woestijn. Dus het is zeer streng en het is een boeteplaats eigenlijk, waar men leidt van warmte en dorst en stof. En, dus het is een plaats van boete. De Jordaan, die daar dus de grens vormt ongeveer van de woestijn, want de overkant is dan dus de grens tussen Transjordanië en dan het Heilige Land eigenlijk, in de strikte zin van het woord. Dus daar waar ongeveer waar ook Jozue met de Israëlieten het Heilige Land is binnengetrokken toen ze van de woestijn kwamen. 40 jaar in de woestijn rondgedoold, zijn ze daar dus de Jordaan ook overgestoken. De Jordaan is altijd het symbool geweest van het doopsel. Men stak de Jordaan over en kwam in het Heilige Land terecht. Dat was toen ook al het symbool, dus zoveel eeuwen geleden. Dus de tijd van Jozue, dat is ongeveer 1500 jaar voor Christus, schat ik. Dat is symbool ook van het doopsel. Dat men door de Jordaan dan in het Heilige Land terechtkomt. Dat men door het doopsel in de kerk, in het kerk terechtkomt. Dus Jordaan is altijd het symbool geweest van waar men vergiffenis bekomt van de zonde. En vooral van de erfzonde, maar ook van de persoonlijke zonden. Dus daar zit Johannes de Doper aan de Jordaan. Hij komt uit de woestijn. Hij geeft het voorbeeld van de voeten en hij vraagt de mensen en hij spreekt zijn toespraak. Het gaat ook over het berouwen over de zonde. Bekeert u, want de Messias is nabij. De Messias is er. Hij is al onder u. Hij heeft hem al aangewezen. Hij is onder u, hij die gij niet kent. Gij herkent hem niet. Gij noemt hem, het is maar de zoon van de timmerman. Wat kan er nu uit Nazareth voor goeds komen? Gij kent hem niet. En hij is onder u. En ik ben niet waardig van de riem van zijn schoeisel los te maken. En dus aanzetten tot berouw over de zonde. Je ziet hoe belangrijk dat berouw is over de zonde. Dat is fundamenteel. Want de doopsel is fundamenteel, het geloof is fundamenteel. De gronden kunnen niet vergeven worden als men zichzelf niet verafschuwt en geen berouw heeft over de zonde. En dus voorbereiding voor de komst van Jezus is dus berouw over onze zonde. En bij ons is dat dus niet gedoopt worden door water van Johannes de Doper, of zelfs gedoopt worden door de doopsel, want we zijn allemaal gedoopt. Meest onder ons toch. En wij kunnen niet twee keer gedoopt worden, maar dan is het voor ons eigenlijk een voorbereiding op een goede biecht. Op een goede biecht. Want door de biecht komt Jezus terug in onze ziel, als hij er ooit uit weg is. En Kerstmis is juist dat Jezus onder ons komt, in ons komt. Hij komt onder ons om in ons te komen. Als God, hij komt als mens onder ons om als God in ons te komen wonen, in onze ziel te komen wonen. Dat is de ganse bedoeling van Kerstmis. En dat is door een goede biecht. En er is eigenlijk een soort aansporing tot de biecht. Johannes de Doper, die doopt in de woestijn, de bekering van de zonden, predikt. Maar er is nog iets anders, dat nog meer in het oog springt. Dat in zekere zin even belangrijk is, want het is het fundament van het ene, het andere. En dat is de nederigheid. De ganse tekst van het evangelie hier, die ons Johannes voorstelt als de beste voorbereiding op de komst van Jezus onder ons en in onze harten, Johannes de Doper, die ganse tekst hier, die toont de nederigheid. Het is een toonbeeld van nederigheid. En de nederigheid is inderdaad het fundament van het geestelijk leven. De heilige Augustinus zegt, hoe groter de nederigheid, dus hoe dieper en steviger de fundamenten, je moet op rots bouwen, zegt Jezus,
hoe dieper de fundamenten, en hoe steviger de fundamenten, hoe hoger en steviger en hoe mooier en groter gebouw je kunt optrekken. Dus een geestelijk gebouw, een geestelijk leven. Hoe sterker je geestelijk leven is. En je geestelijk leven, dat is vooral de liefde tot God. Dat is de essentie van het geestelijk leven, is liefde tot God. De heiligheid is liefde tot God, die bestaat in liefde tot God. Dat is de koningin. Lees 1 Korintiërs 13. De grootste is de liefde. De grootste is de liefde. Ik zal u een hogere weg tonen, de hoogste weg, zegt Sint Paulus. Eerste brief aan de Korintiërs, 13e hoofdstuk. De grootste is liefde. Dat is een tekst die u in gouden letters zou moeten schrijven, moet inkaderen boven uw bed hangen of boven uw altaartje dat u thuis gemaakt hebt om te bidden, waar u bidt, het heilige hart staat, ons lieve vrouw staat waar u bidt, op een ereplaats, 1 Korintiërs 13. Dat zou je elke dag moeten mediteren. De liefde is het belangrijkste. Dat is een van de belangrijkste teksten van de Heilige Schrift. Dat is de essentie van de heiligheid, de essentie van het geestelijk leven. De liefde is dus de koningin, maar ze is niet alleen. De koningin is nooit alleen, ze heeft een hofhouding. Ze heeft dus de kardinale deugden, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte. Zij heeft natuurlijk nog fundamenteler de drie goddelijke deugden, geloof, hoop, die samen met de liefde dus samen gaan. Het geloof is de voorwaarde van de liefde, want men kan niemand beminnen die men niet kent. Men kan niemand beminnen die men niet weet dat hij bestaat. Dus geloof is fundamenteel, maar de liefde is de grootste. En dan de zeven gaven van de Heilige Geest en de andere ingestorte, dus de natuurlijke deugden en de ingestorte deugden, dat zijn allemaal, het zijn kardinale deugden. Dus je hebt bijvoorbeeld de kinderen van de kardinale deugd, die zoals een moeder is, van de matigheid, is bijvoorbeeld de nederigheid, de kuisheid en de zachtmoedigheid. Jezus leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van harte. Dat zijn dus heel belangrijke deuren, en dat zijn kinderen van de matigheid, die een hoofddeugd is. Dus de nederigheid is dus fundamenteel, en het is de zuster van de liefde, want als zij het fundament is van het geestelijk leven, en het geestelijk leven is de liefde van God, met omgeven door al die andere deugden, dan is zij inderdaad de voorwaarde van de liefde. Want het is zoals het fundament de voorwaarde is om een gebouw te kunnen optrekken, heb je goede fundamenten nodig. En wat is de nederigheid? De nederigheid is eigenlijk een geest van waarheid. En dan een speciale waarheid, en namelijk een waarheid over ons. Dat is de waarheid willen inzien en aanvaarden over ons. En dan de waarheid in betrekking over ons, met betrekking met God. Dus eigenlijk onze zin in verhouding met God. En in verhouding met God zijn wij schepselen. Wij zijn schepselen, hij is de schepper. Wij hebben een lichaam en een ziel, beperkt. God is geen materie, want dat is te beperkt voor hem. Dus hij is niet beperkt, dus heeft geen materie als God. Als God is hij geest, we zijn ook geest, maar hij is een oneindige geest en wij zijn een beperkte geest. En het verschil tussen hem en ons is oneindig, omdat hij oneindig is. Dus wij zijn oneindig klein, kunnen niet zeggen dat we niks zijn, want we zijn iets. Dat zou het gelegen, we zijn iets, we zijn schepselen. Maar we moeten nooit vergeten dat we in vergelijking met God in het niet ergens vervallen, dus zo klein worden, oneindig klein. Dus als we in de werkelijkheid willen zijn, in de waarheid, want de waarheid is de overeenkomst tussen mijn gedachten en de werkelijkheid is dat ik in vergelijking met God eindeloos klein ben. En dat is een fundamentele kennis. Want wij moeten weten voor wie we staan. Als wij met iemand willen spreken, in contact willen komen, moeten wij weten wie hij is. Dat is fundamenteel, toch? Met wie heb ik te maken? Wel, daarom is nederigheid zo fundamenteel. Met wie heb ik te maken? Dat regelt onze verhouding met God. Want het geestelijk leven is onze verhouding met God. Wel, dus je moet eerst weten met wie je te maken hebt. Wel, je hebt te maken met een oneindig persoon tegenover jezelf. Is hij oneindig groter, oneindig volmaakt? Dus u bent tegenover hem oneindig klein, oneindig. Maar probeer dan in te beelden hoe klein u bent. Wel, dat kan u niet. U kan niet inbeelden hoe klein u bent tegenover God, omdat men het oneindige zich niet kan inbeelden. Dus de deugd van nederigheid is eigenlijk nooit voldoende.
Maar het is zoals de liefde. De liefde is God beminnen. En hoezeer moet God beminnen worden? Wel eindeloos, want hij is eindeloos beminnelijk. Wel, dus daar staan we ook voor een zeer moeilijke opdracht. Om God te beminnen zoals het hoort, is hem oneindig te beminnen. En wij zijn maar eindige, beperkte schepselen. Wat is dan de oplossing? De oplossing is dan Jezus, God te beminnen zoveel we kunnen. En dat is voldoende voor God. Wel, hetzelfde geldt voor de nederigheid. Wij moeten voor zover we kunnen, ons zo klein mogelijk voorstellen tegenover God. En dan is het goed weten dat het nog eindeloos onder de maat blijft. Want het is een bepaalde maat dat we ons aanmeten. En die maat is dan een bepaalde maat. Maar eigenlijk is het mateloos klein. Dus oneindig is mateloos. Dus eigenlijk is de nederigheid een buitengewone deugd. Zoals de liefde, die we nooit kunnen uitputten. We kunnen God nooit genoeg beminnen. De maat om God te beminnen, is hem te beminnen zonder maat. Dat is geen maat, dat is eindeloos. Wel, dat moeten we doen zoals onze lieve vrouw. Onze lieve vrouw, die wordt geprezen omwille van haar nederigheid. In de Magnificaat verklaart ze zelf dat het is omwille van de nederigheid dat God haar uitverkoren heeft. Dan zegt ze de waarheid. De waarheid wordt niet door de nederigheid verhinderd. Ze zegt in alle nederigheid, maar waarheid. Ze zegt waarom dat God haar uitverkozen heeft, omwille van de nederigheid. En dat is gewoon... Dus dat betekent dat onze lieve vrouw op elk moment van haar bestaan zich als een eindeloos klein wezen beschouwt tegenover God. Eindeloos dankbaar moet zijn, want God is eindeloos beminnelijk. Hij heeft ons uit het niet geschapen. Hij verzorgt ons dag en nacht, heel ons leven lang, met miljoenen schepselen ter beschikking staan. Van de morgens tot s'avonds, ontelbaar van de stoel waarop we nu zitten, om naar de plek te luisteren, tot de lucht die we inademen, tot het geet dat we hebben vandaag, de kleren die we dragen, al die schepselen die er op beschikking staan, dat is niet te tellen. Gans ons leven lang, dat is de voorzienigheid die ervoor zorgt, de goedheid van God. Dan de verlossing, dat nog een veel grotere liefde is, goedheid van God. De verlossing, wat heeft vandaag gekost? Je ziet hier de kruisweg hangen in de kapel, je weet wat er met Pasen in de Goede Week wordt overdacht. En dan de hemel. De hemel is een vergoddelijking. Dat is een eindeloze verheffing van de mensen. Ook iets dat ondenkbaar is, omdat het eindeloos is. Wil je maar geloven, zo groot is de goedheid van God. En de nederigheid, die ziet dat. Dat Maria die beleefde dat. Dus Maria heeft niet gezongen, Maria was volmaakt in haar deugden. Dus hoe heeft ze dat gedaan, terwijl ze een beperkt wezen was? Wel, geholpen door de genade... heeft ze elk moment dus dat gedaan wat wij eigenlijk zouden moeten doen om in orde te zijn. Namelijk de nederigheid beoefenen zoals het hoort. Dus ons te zien in werkelijkheid. Want anders zitten we in de leugen, in de illusie, in de hoogmoed. Dan zijn we verkeerd. Wij moeten gewoon zien wie we zijn. Wij zijn eindeloos klein tegenover God. Eindeloos klein. Dus zij beschouwden zich voortdurend als zo nietig mogelijk tegenover God. En ze was daar niet angstig om, want dat in het niet vervalt, want inderdaad, gevalt niet in het niet, gevalt eigenlijk in de armen van een eindeloze, beminnende God. En als je je nederig opstelt, word je verheven. Dus je moet niet vrezen dat je in een afgrond valt van je nietigheid. Zegt, ik verlies mijn eigen dunk, ik verlies mijn eigen vertrouwen, want ik ben niks. Enfin, niks, dit is niet waar, je zegt nee, dat is overdreven. Als je zegt, ik ben niks en ik ben niks waard, dat is overdreven, want we zijn iets en we zijn iets waard. Maar alleen is dat iets oneindig klein. Dat is de ganse kwestie. Wel, dat aanvaarden. En als je u zo in die overgeeft aan die beschouwing van uw kleinheid, eindeloze kleinheid, komt je eigenlijk in de barmhartige armen terecht. Valt je, gevalt. Gevalt van uw piedestal, zou ik zeggen. Van uw eigen dunk. Valt je naar beneden. Maar je valt in de liefdevolle armen van uw vader, die u verheft. Wie zich vernedert, zal verheven worden. Dus heb geen angst om u te vernederen naar waarheid. Naar waarheid. Want de hoogmoed is juist een leugen. En concreet gezien zien we hoe dat Johannes dat doet. Hè. Dus zij komen naar hem, de priesters en de levieten. Want hij is zelf de zoon van een priester. Zacharias, dat was een van de hoge kasten van de priesters. Die mocht zelfs in het heiligdom gaan offeren. Het is daar waar hij de verschijning heeft gehad van de
aartsengel Gabriel, die hem verkondigde dat hij vader zou worden van de voorloper. En dus hij is van hun ras, van hun familie, van hun kasten. En ze komen naar hem toe, met de priesters van Jeruzalem. Dat is een grote eer. Dat zullen ze met Jezus niet doen. Want dat is maar die man uit Nazareth, de zoon van een timmerman. Maar hem, ze zouden wensen dat hij de Messias was. En ze komen naar hem om te vragen, wie zijt gij? En hij voelt dat ze een vraag tot Messias zouden roepen. Maar hij zegt, onmiddellijk snijdt hij hun de pas af. Drie keren zegt hij, confessus est, et non egavit, et confessus est. Drie keren, zegt Johannes een evangelist hier. Citeert hem, dat hij drie keren beweert, ik ben niet de Christus. Dus hij voorkomt reeds hun vraag. En dat is juist de nederigheid. De nederigheid kan niet verdragen dat men een hoger gedacht van u hebt dan u in werkelijkheid waard bent. Kan dat niet verdragen. Want die wil de waarheid over uzelf. Wat betrekking met uw geestelijke toestand. Uw verhouding met God. Dat is niet de Messias. Hij is niet de afgevaardigde. Hij is niet degene die de mensheid komt verlossen. Hij is niet de verkondigde Messias. En dan zeggen ze, wie zijt gij? Hij gaat zelfs ontkennen dat hij Elias is. Want hij is niet Elias in persoon. Alhoewel Jezus gaat zeggen, hij is Elias. Want er is een profetie die zegt, eerst gaat Elias komen, voordat de Messias gaat komen. Maar wat is dan de oplossing? Wel, dat hij komt in de geest van Elias. Dus als de profetie zegt, Elias moest eerst komen, betekent er gaat een profeet komen die in de geest van Elias, dus zoals Elias zal optreden. Maar niet Elias zelf, persoonlijk. Je zegt, nee, ik ben Elias niet in persoon. Hij bedoelt, ik ben Elias niet in persoon. Zet je dan de grote profeet? Want er was nog een andere profetie die zei dat er een grote profeet, en zelfs Mozes heeft gezegd, er gaat een grote profeet komen, zoals ik, wellicht nog groter, en jij moet hem gehoorzamen zoals aan mij. En dat is juist de Messias. Zet jij de grote profeet? Wel, zoals Mozes de 10 geboden heeft gegeven, zou Jezus het evangelische wetgeven en nog meer. Dus, zoals Mozes de Israëlieten bevrijd heeft van Egypte, zou Jezus het volk bevrijden van de duivel, dus nog meer dan Mozes. Dus hij zou iemand zijn zoals hem, maar nog groter. En luistert naar hem zoals je naar mij geluisterd hebt. Zijt je dan de profeet, de grote profeet? Nee, tuurlijk niet, want dat is juist de Messias. En ik ben niet die grote profeet. Wie zijt je dan wel? En hier wordt daar... je wordt eigenlijk verkeerd over geïnterpreteerd. Hij zegt, ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Vox clamantis in deserto. Ik ben de stem, clamantis, van de roepende in de woestijn. En dan wordt dan gezegd dat hij dus een stem is die roept in de woestijn. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft niet gezegd dat hij een stem is die roept in de woestijn. Hij zegt dat hij de stem is van degene die roept in de woestijn. Hij is de stem van degene die roept. Dus degene die dus spreekt, het woord. Het woord is Jezus en hij is de stem. Hij is maar de stem. De stem, dat is hetgeen, de voorwaarde op dat het woord zou kunnen zijn. Wel, hij is de voorloper van die God besloten heeft. Eerst de voorloper en dan komt de Messias. Hij is maar de stem. En de stem die de mensen wel voorbereidt. Maar hij roept ook wel in de woestijn, maar hij is niet de stem van de roepende in de woestijn. Hij is de stem van het woord, en het woord dat is Jezus, en het woord is de Messias. De Messias is de roepende in de woestijn, volgens veel verschillende kerkvaders, is dat de uitleg van de tekst. Jezus is de roepende. Waarom is hij de roepende? Omdat hij duidelijk zal spreken tot iedereen zal hem horen. Iedereen zal hem kennen in gans Judea. Hij is degene die iedereen geneest en alle duivels verdrijft. En hij dus doet mirakelen en hij zegt de Messias te zijn, zelfs de zoon van God. Iedereen zal het weten. En iedereen weet, hij is roept, dat wil zeggen, duidelijke boodschap dat hij heeft. Die iedereen zal horen en gehoord zal hebben. Roepen, omdat ze hardhorig zijn. Omdat ze niet zullen... Hij zal aandringen om zijn boodschap te doen overbrengen. Dat is roepen, dat is aandringen omdat je zou gehoord worden. Wel, hij zal aandringen. Hij zal zelfs zeggen, compelli entrare, dwing ze om binnen te gaan. Dus oefen een morele druk uit.
En hij zal zelfs onder druk zetten. Als jij niet gelooft, gaat je sterven in de zonde. En hij gaat verschillende keren zeggen dat ze naar de hel gaan als ze niet geloven in zijn Godheid. Hij gaat aandringen. Hij gaat roepen. Hij gaat aandringen. In de woestijn. Dat betekent, de woestijn is daar waar geen mensen zijn. Die luisteren. Dus geen mensen om te luisteren. Dat wil zeggen dat hij gaat... Wij zeggen tegen de muren praten. Omdat wij geen woestijn... Hier regent het te veel om woestijnen te hebben. Dus wij zeggen, hij zit tegen de muren te praten. Dat betekent, hij wordt niet gehoord in het Heilige Land, zegt men, hij roept in de woestijn. Dat betekent, er is niemand die naar hem luistert. Wel, inderdaad, er zullen weinig naar hem luisteren. Van de 2 miljoen ongeveer, misschien nog wel meer Joden die toen leefden in de tijd van Jezus, waren er maar een paar duizend die zich zouden bekeren met Pinksteren. En dan zouden de apostelen verjaagd worden. Een paar duizend zal zich bekeren op de 2 miljoen. Dus hij is... En Johannes is de stem van degene die roept in de woestijn. Hij is maar de stem, hij is niet eens het woord. Wat hij zegt is zelfs niets, valt in het niets met wat Jezus te vertellen heeft. Dus die nederigheid komt telkens tot uiting. Ongelooflijk, buitengewoon interessant en na te volgen. En dan... Maar als jij dan niet de Christus zijt, nog Elias, nog de profeet, waarom doopt je dan? Wel, zegt hij, ik ben de stem van degene die roept in de woestijn. Dat is een citaat van Isaïes. Dus dat betekent, hij heeft een goddelijke roeping. Als hij dit zegt, ik ben, wat ben ik? Ik ben de stem van de roepen in de woestijn. Dan is hij door God gezonden. Want dat is een profetie van Isaïe, dat er een stem zal zijn van de roepen in de woestijn voordat de Messias komt. Maar, en toch dringen ze aan, waarom doopt je dan? Hij heeft nu al een antwoord gegeven, ik ben door God gezonden. Maar dan gaat hij zeggen, ja, ik doop maar in het water. En na mij komt degene die doopt in de geest. Dat betekent, mijn doopsel is een voorbereiding, zoals ik zei in het begin, van het echte doopsel. Dat is een voorbereiding. Want dat echte doopsel vereist dat je spijt hebt van je zonde. En wel, dat begin ik nu al bij je op te wekken. De spijt voor je zonde. En dan kun je zo gedoopt worden. Want dat is het belangrijkste van het doopsel. Dat je spijt hebt over je zonde. Dus hij is degene die voorbereidt op Jezus. Zoals zijn doopsel voorbereidt op het doopsel van Jezus. En jij kent hem niet. Hij staat midden onder u. Je kent hem niet. Je zit hem nu al te verwerpen. Hij heeft hem al aangewezen. Kijk, dat is het Lam Gods, het zonde van de wereld wegneemt. Daar is het Lam Gods. Hij heeft hem al aangewezen. En ze hebben het niet willen aanvaarden. Dat is maar de zoon van de timmerman van Nazareth. Daar hebben we niks mee te maken. Gij bent tenminste zoon van een grote priester. Maar hij verwijst voortdurend naar Jezus. En ik ben niet waardig om de nestel van de riem van zijn schoeisel los te maken. Dat een slavenwerk was. En dat was in Bethanië, Transjordanen, dus aan de overkant van de Jordaan, dus daar op de plaats waar juist Jozef het Heilige Land binnengetrokken was. Dus in de woestijn, dichtbij de Jordaan, en aan de overkant was het Heilige Land, dus Transjordanië, waar Johannes doopte. Dierbare gelovigen, een buitengewoon ontroerende tafereel van een heilig man, een hoogheilig man, die zo nederig handelt, die ons zo met woord en daad, het is een figuur die treft. Niemand stelt in twijfel dat hij een grote heilige, een profeet was. Hij was in kemelharen mantel, hij had van springkanen, hij had een buitengewone versterving. Hij zat er in de woestijn te bidden. Van kleins af aan, al toen hij klein was, waren er al mirakels. Toen hij geboren werd, werd zijn vader genezen van de stomheid. Hij was met stomheid geslagen. En toen hij geboren werd, kreeg hij de spraak terug. Er werd al over gesproken toen hij geboren werd. En de mensen zeiden, wat zal van die jongen geworden? Als er nu al mirakel gebeurde, als er al een verschijning is geweest bij zijn verwekking... En een mirakel bij zijn geboorte. Wel, dus hij was al gekend vanaf, ze wisten al, er zou iets, gaat iets met die jongen gebeuren. Wel, een buitengewone figuur, de heilige Johannes de Doper. En die ons
beseft door zijn nederigheid. Want nederigheid is zoals zachtmoedigheid, dat is aantrekkelijk. Niet alleen voor God, maar ook voor de mensen. Een nederig mens is een waarachtig mens. Tenminste, als hij dan niet... als dat geen kunstmatige nederigheid is, als dat echt oprechte nederigheid is, is dat prachtig. Prachtig. En wij moeten dat zoveel mogelijk navolgen, dierbare geloven. Ik heb juist over Maria gesproken, die gekozen werd voor haar nederigheid. Wel, vragen we Maria om die nederigheid die we bij Johannes zien en bij haarzelf ook bemerken. Maria heeft dus... Hoe kan men de nederigheid ontwikkelen? Wel door alle vernederingen te aanvaarden die men tegenkomt. Dus als men bijvoorbeeld onrechtvaardig wordt beschuldigd, moet men niet te lichtgevoelig zijn, te licht geraakt zijn. Aanvaard het dan, die vernedering, ook al heb je het eventueel niet verdiend, voor de gevallen dat je verkeerd gedaan hebt en dat je geen opmerking hebt gehad, om die uit te boeten. Vooral de keren dat je wel in fout waart en dat je geen opmerking hebt gehad, kun je die ene keer dat je daar een opmerking krijgt en je bent eventueel niet verdiend of niet zo verdiend, aanvaard het dan omdat je het wel verdient, omwille van alle zonden die je al bedreven hebt, om je zonden uit te boeten. Wees nederig. Besef dat jij nog van alles uit te boeten hebt tegenover God. Beken je situatie tegenover God. Je bent een arme zondaar. Wel, de nederigheid wordt vergroot door het aanvaarden van de vernederingen. En is het een vernedering van te aanvaarden dat wij eindeloos klein zijn tegenover God? Het is geen vernedering, het is gewoon de waarheid inzien, de werkelijkheid. Is het een vernedering van de werkelijkheid in te zien? Dat is onze hoogmoed die ons overbrengt. Onze hoogmoed brengt ons zo ver dat we het als een vernedering inzien om ons in de werkelijkheid te zien wat we zijn, namelijk eindeloos klein. Ik zit mijn eigen te vernederen. Je ziet gewoon wat je bent. Dat is ongelooflijk wat voor een hoogmoed waarmee wij behept zijn. Wel, u kunt uw hoogmoed meten als u door een zogenaamde onrechtvaardige opmerking, als u daar gekwetst door voelt, dan bent u nog hoogmoedig. Want de nederigheid die zit in, ik verdien het. Vooral de zonde die ik al bedreven heb, verdien ik vernederd. Zoals David vernederd werd door Simei. Simei die hem uitmaakte voor het vasten van de straat toen hij uit... Jeruzalem moest vluchten voor zijn zoon, die opstand had gepleegd. Maar het was een straf door God gezonden naar hem, omdat hij dus overspel had gepleegd en de man van de overspelige vrouw had gedood. Daarvoor werd hij gestraft. En wel, hij zegt, laat hem maar uitmaken. Voor de zonde die ik misschien, zal God dit geduld dat ik uitoefen tegenover die beledigingen, dus aanvaarden als een klein offer om mijn zonde te verminderen, om de straf die ik verdien te verminderen. Wel, dat is een juiste houding die we moeten hebben. Wel, als wij ons niet meer gekreukt voelen door onrechtvaardige beledigingen, dan begint onze nederigheid ergens op te lijken. Dus dat kan een barometer zijn, dierbare gelovigen. Werken we erop, zoveel mogelijk. En vraag ons, lieve vrouw, ons daarin te helpen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.